Daar is de orgelman. Daar is de orgelman. Als ik zeg Wim Sonneveld, wat zegt u dan? Ik zeg Sonneveld voor altijd. Dat is een theaterprogramma met 5 bijzondere vocalisten die op dit moment door theaters van Nederland toeren. Moeder, ik wil bij de revue. Het is een liedjesprogramma, dus het is geen musical of iets dergelijks, of een toneelstuk. Nee, het is echt een liedjesprogramma met allemaal liedjes van Sonneveld zelf uit zijn rijke repertoire. En ja, er is een greep uitgedaan en dat wordt op het toneel gebracht. Op de step, mensen blij dat ik hem heb. Feestenherkenning. Er zitten natuurlijk heel veel populaire nummers in van Wim Sonneveld zelf, die mensen nog kennen van vroeger. Ik bedoel, hij komt nog vaak genoeg voor op de radio. Er wordt nog steeds heel veel gedraaid. En ook een beetje herkenning van de sfeer van Sonneveld, van zijn theatershows van vroeger. Toen ik laat het tuinpad van mijn vader. Ik ben te jong om nog naar zijn theatershows te zijn geweest. Ik ken hem wel van de radio. Dus in mijn jeugd hoorde ik hem heel vaak over de radio. Ik wil bijna zeggen schalmen, maar dat is het niet. Is hij voorbij gekomen. En wat ik er heerlijk aan vond van zijn nummers was dat het altijd mooie verhaaltjes waren. Zo heerlijk rustig. Ja, ja.